En dat proberen we zoveel mogelijk te spreiden over de provincie. Dat je mensen hebt in allerlei plaatsen, van Enschede tot Steenwijk. En ik sta voor Almelo op de lijst. Wat is je motivatie om je verkiesbaar te stellen? Nou, wat ik net noemde, dat je gewoon een spreiding hebt over heel Overijssel. Dat mensen kunnen kiezen op een lokale kandidaat. Ik sta niet verkiesbaar. Ik sta op 47, dat is vrij laag in de ranking, zeg maar. Maar ja, het kan natuurlijk met voorkeur stemmen. Ook die kans is niet zo groot, maar het zou kunnen dat je zoveel stemmen krijgt. En er veel zetels zijn te verdelen van GroenLinks in Zwolle. Ja, dan heb je een kans dat je erin komt. Wat zijn de speerpunten van GroenLinks voor de Provinciale Statenverkiezing? Ja, dat is natuurlijk het hele CO2-beleid. Alles gericht op landbouw, industrie, ook industrieterreinen, vliegveld. Er is natuurlijk een groep actief op de Zaanlandse Heuvelrug die zich bezighoudt met het vliegveld Lelystad, die laagvliegroute. Nou, daar is GroenLinks ook actief mee. Vliegveld Twente zijn we actief op als GroenLinks. Geen voorstander van uiteraard, van dat daar weer gevlogen wordt. Ja, minder asfalt, ja, sowieso meer groen, biodiversiteit. Sommige partijen zeggen, terecht of niet terecht, dat GroenLinks, dat kost een heleboel geld. Die zijn alleen maar voor milieu en duurzaamheid en tegen werkgelegenheid. Wat vind je van die kritiek? Nou, dat is natuurlijk onzin, maar we zijn wel voor werkgelegenheid, maar wel omdat we voor duurzaamheid zijn, op een duurzame manier. Dus ook duurzame arbeid. Kijk, je hebt heel veel arbeid, dat is of tijdelijk, of er worden mensen voor ingevlogen vanuit andere Europese landen of nog verder weg. Zie maar wat hier werkt in die, wat wij noemen blokkendozen. Het stapelen van pakketten en het vervoeren van pakketten in vrachtwagens. Dat noemen wij geen duurzaam werk. En dat gaat ook vaak ten koste van mooie natuurgebieden. Hier bij Almelo ook weer, moet er zo'n XL-park 2 komen. Nou, dat zijn ontwikkelingen die wij niet zien zitten. Maar er is heel veel goede arbeid te doen, uiteraard. In de zorgsector, onderwijs, politie, overal worden mensen gezocht. In de techniek, neem de hele verduurzaming. Vind maar eens een installateur. Dus daar moeten we aan de bak opleiden. Dus ja. Mocht je met voorkeurstemmen gekozen worden, wat ga je dan doen? Ja, dat is even ingewikkeld. Bij GroenLinks, volgens mij mogen wij geen functies stapelen. Dus dan kun je niet twee functies beoefenen. En raad en provincie. Ja, dan moet ik daar ook een keuze maken. Maar zo best kunnen dat de provincie dat wel een nieuwe uitdaging is. Na zoveel jaar in de raad. Stel dat je gekozen wordt. En wat is dan je belangrijkste aandachtspunt? Ik woon er in Almelo. Dus dat zou ik zeker gaan bezighouden met industrieterreinen. Maar ik ben natuurlijk nog deel voor de hele provincie. Maar ook industrieterreinen op andere plekken. Dat gebeurt ook bij Deventer, bij Zwolle, bij Kampen. Even kijken, vliegveld natuurlijk. Maar ook de voetbalverbinding. Ook wel een heikelpunt.